Het zijn een paar heftige dagen geweest. We zijn ondertussen maandag. En ik ben er zaterdag achter gekomen dat ik zwanger ben. Ik heb zo het gevoel dat ik echt iedere dag zo meer en meer excited word. Ik vind het heel moeilijk om niks te zeggen. Vooral tegen Seppe natuurlijk. Ik ga ook deze week met een vriendin eten, dus ik weet dat het ook wel heel moeilijk wordt dan om niks te zeggen. Vooral omdat hij dat heel raar gaat vinden dat ik geen alcohol ga drinken. Omdat ik had gezegd dat ik wel iets zou drinken. En die gaat echt zoiets hebben van, what the hell, Shoni, waarom drink jij niet? Ik snap het niet. Dus ik hoop maar dat zij niks gaat doorhebben, want ik wil echt wel dat Seppe de eerste is dat het weet. Ik heb trouwens ondertussen twee borretjes besteld. Eentje voor Eren die hij kan aandoen. Om aan te kondigen dat hij grote broer wordt. En dan een ander borretje. Het gaat ook nog heel spannend worden, want ik weet niet of hij iets gaat doorhebben. Of hij dat misschien raar gaat vinden dat ik zo ineens aan het filmen ben. Misschien niet hoor. Ik kan er misschien wel zo'n draai aan geven. Omdat we wel veel aan het vloggen zijn nu. Ik weet niet of ik nog verder ga vloggen deze week. Waarschijnlijk wel. Want ik moet nu wachten om die bodies om me te vertellen. En dat gaat zo frustrerend worden. Want ik heb me echt ook al zo vaak bijna versproken. Bijvoorbeeld dat ik dan met die vriendin ga eten. Dat ik zo tegen Seppe wil zeggen van, oh, ik hoop dat hij niks door gaat hebben dat ik niet ga drinken. Maar dan denk ik, nee, sorry, ik mocht dat niet zeggen, want Seppe weet nog niks. Maar dat is wel mijn go-to persoon om alles tegen te zeggen. Dat is echt zo mijn beste vriend. En nu kan ik dat niet. Ik heb nog niemand weet het. Ik heb nog nooit zoiets moeten verzwijgen tegen echt iedereen. Can't do it. Hey iedereen, welkom bij een nieuwe video. Een super spannende video vandaag, want ik ga vandaag aan Seppe vertellen dat ik zwanger ben. Allee, ik ga het niet vertellen, ik ga het hem laten zien. Dus ik heb tegen Seppe gezegd dat we vandaag gaan vloggen. Zodat het hopelijk iets minder hard opvalt. Maar ik ben dus net in het Wijnegem shoppingcenter geweest, want ik heb zo een body laten bedrukken. En die ga ik dan straks Eden aandoen. En daar staat op, ik word grote broer. Ik ben echt al twee keer naar het Wijnegem shoppingcenter gereden. Eén keer voor het dan te laten maken en dan nu voor het te komen ophalen. Dus ik vind het al wel zo'n beetje raar dat ik al twee keer weg ben geweest, denk ik. Oké, ik werd net even gebeld. Dus ik weet totaal niet meer wat ik aan het zeggen was. Maar ik denk dus wel dat hij misschien al wel door heeft omdat ik ook gewoon zo heel veel misselijk ben geweest. En we waren gisteren een film aan het zien op Netflix en er was een vrouw en die was zwanger en die zei zo, ah, ik ben zwanger. Ik weet niet waarom ik dat zo vertel, maar waarop dat Seppe zei van, ah, ik wist het. En ik zo, hoezo wist jij dat hij zwanger was? Echt, wat? En hij zei, ja, die wou 's morgens niet ontbijten, dus ik wist dat hij zwanger was. En ik zo, oh my god, ben je nu over mij bezig omdat ik 's morgens altijd zo misselijk ben? Of, ik weet het niet, ik vind het heel spannend. Ik heb echt wel stress al de hele dag om het hem te vertellen. Ik heb mij al zo vaak bijna versproken, dat is niet normaal. Dus ik ben blij dat hij het eindelijk gaat weten. Ik heb dat dus een week al verzwegen. Hè. Ik wist het al van vorige week. Ik ben ook nog een zwangerschapstest gaan halen, zo'n digitale. Waarop dat je ook kunt zien hoe lang dat je al zwanger bent, want dat weet ik dus totaal niet. Ik heb wel een vermoeden, maar ik heb eigenlijk niet echt een zeker beeld daarover. Dus dat ga ik zelfs ook nog even doen, want Seppe moet ook nog even weg. En dan ja, zien jullie zelfs hoe hij reageert. Ah. Hallo, lieve papi. Ja, jij ook. Nee, al niet. Heb je het? Heb je het? Recht staan? Kom maar. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Ik ga bij mama en papa in de zetel komen.
wel bij ons. Lieveling, je vier tanden. Huh? Alright, Seppen is nu eventjes weg. Gewoon jij en ik nu. Ja. Ideaal, want dan kan Eden nu even zijn fruit eten en dan kan ik hem zelfs die body aandoen, een andere body. En Seppen gaat dat ook niet raar vinden als hij ineens ziet dat hij een witte body aan heeft of zo. Niet dat hij dat waarschijnlijk kan merken, want meestal wordt hij toch zo wat vuil tijdens het eten. Het zou zo typisch Seppen zijn als hij dat niet ziet, als hij dat niet leest. Maar oké. Okay. Ik denk dat hij het wel gaat zien. Oei. Oeps. Dat is niet erg, liefje. Dat is niet erg. Goed zo. Nog? Nog? Ben je nat? Goed zo, schatje. Dat is niet erg. Hij kapt soms nog een beetje te snel. Ik heb net ook even een digitale test gedaan. Zien en even zien waar ik dit allemaal weg gooi zonder dat Seppen dat zie. Maar nu ben ik even aan het zeggen, stel je voor dat hij zegt dat ik niet zwanger ben. Oh my god, mijn wereld valt echt in elkaar dan. Dan word ik echt gek, denk ik. Ja! Oh my god, gelukkig. Stel je voor wat dat negatief was. Oh, oh my god. Nu is het echt zo... Wauw. Nu is het echt wel super echt. Oh, wat staat er? 3 plus, dus ik ben al meer dan 5 weken dan toch? Ja, ik denk dat ik echt al 7 weken ben of zo nu. Amai. Je zin in, vriend? Koppakee. Spannend, hè? Het leven met een baby en een peuter gaat heel zwaar worden. Maar oké, okay. Het zal wel goed komen zeker als ik het aan kan om in een crèche te werken. Zal ik ook wel 2 jonge kinderen aan kunnen zeker. Ik ben al blij dat Eden nu doorslaapt in ieder geval. Ik weet niet of ik er in de vorige video iets van heb gezegd of niet, maar Eden slaapt door. Toch wel een dikke 2, bijna 3 weken nu denk ik, of 3 weken al. Het is echt zalig. Dus ik heb terug wat slaap. En dat is binnen 8 maanden voorbij. Ga je dansen? Tjeetje uit nu, hè, vriend. Nee, hè? Nu gaat het tv'tje kijken, hè? Eigenlijk was ik een beetje tv'tje aan het kijken, want ik ben echt verschrikkelijk moe de laatste tijd. Niet normaal. Ik zou hier eigenlijk zo ergens nog zo'n camera moeten kunnen zetten, maar... Ik weet niet juist hoe ik dat best doe. Klein beetje te groot. Wauw, liefje. Het is niet zo erg dat het een beetje te groot is. Beter te groot dan te klein. Maar ik had eerst al bijna een 12 maanden meegenomen. Maar dan zag ik dat en dacht ik van, oh, dat is zo groot. Deze is een 9 maanden, maar dat is best nog groot voor hem. Hè? Ja. Gaat papa verschieten, denk je? Trouwens, grappig verhaal. Mijn psycholoog was de eerste die het wist dat ik zwanger was. Ik ben daar gisteren geweest. En die zei ook van, ja, je moet niet meer zo lang wachten met het te zeggen. Maar goh, ik wou heel graag Seppen verrassen. En ik had dan zo bodies online besteld. Maar dat duurde echt super lang dat die hier waren. Allee, die zijn hier nog altijd nu. Dus dat heeft al een week geduurd nu.
Dus dan zei zij van ja, je moet naar het Wijnegem gaan, want daar bedrukken ze ook zo t-shirten en zo. Waar dat psychologen allemaal niet goed voor zijn. Oh god, mama, even stress. Ik zag net een auto de oprit oprijden, maar ik had dus eten besteld voor vanavond, zodat ik niet meer hoefde te koken. En ik dacht even van, wie komt daar de oprit op? Want ja, Eden heeft die body aan en... Even stress, ik dacht, begin ik al te filmen, want is dat Seppe, mijn andere auto? Ik kon niet volgen. Maar het was niet, het is oké. Stress. Stress. Oké, niet zo leuk nieuws. Ik heb net met Seppe gebeld en die is waarschijnlijk pas thuis tegen 7 uur. 6:30 waren zijn woorden, dus 7 uur. Ik denk niet dat ik Eden zo lang wakker ga kunnen houden, want die heeft deze middag niet willen slapen. Dus ik vrees dat het niet meer voor vandaag zal zijn. Ik kan gewoon niet nog een dag wachten met dat te zeggen. What to do, what to do. Ik kan Eden wel langer wakker houden, maar die gaat volgens mij echt niet te genieten zijn. Bravo! Wachten op papa. Ik ga toch wachten. Ik kan echt niet nog een dag wachten om het te zeggen. Dus wij gaan wachten en hopen dat jij niet oververmoeid raakt. Grote broer. Oké, binnen ongeveer, denk 5 à 10 minuten is Seppe hier. Is papa hier? Oh, sorry, dat was in je oor. Ja, ik weet het, gaat je tv'tje uit. Je hebt echt al lang tv'tje gezien. Je hebt al 3 afleveringen TikTok gezien. Het is oké geweest. Ja, nee, tv kan. Dat ik het wel aanzetten, denk ik. Oh, ik ben ineens echt mega zenuwachtig. Oh. Dus ik ga zien dat de camera aanstaat. Oh my god, ik ben echt op van de stress gewoon. Ik heb een week moeten verzwijgen en nu mag ik het eindelijk zeggen. Baby in één arm. Binnenkort baby in de andere arm. Camera staat aan, mannen, het is super. Ik ga Eden daar zelf zetten als Seppe er is. En dan ga ik de deur open doen voor Seppe en dan hopelijk kan ik een beetje lezen dat het wat te groot is. Maar dat zal allemaal wat moeite moeten doen. Grote broer. Grote broer. Grote broer. Grote broer van waar? Weet je nog niet eens? Oh.
Heb je wel papa? Wow. Je wordt grote broer, vriend. Je wordt grote broer. Ga je groot zijn nog niet zien? Ja, maar hij wordt wel de grote broer. Oh ja, oh ja, oh ja. Jawel, papa, ik ben zo groot. Kijk. Ai, 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 ai. En dan gaat terug dik worden. Zo. Ben je blij, Lovie? Zeker? Yes, of course. Okay. Bij je broertje nog je zusje nog doen? Broertje, hè? Of zusje? Allee, dat wil zeggen dat je dan eens met kindjes maken en twee bereikt. Nee, dat hangt er vanaf of het een meisje of een jongen is. Wat een meisje dan? Hoe werkt het geslacht? Wat een meisje dan? Small family getting bigger and bigger, vriendje. Vriendje. Ai, 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 ai. En dan gaat terug dik worden. Zo. Ben je blij, Lovie? Zeker? Yes, of course. Okay. Bij je broertje nog je zusje nog doen? Broertje, hè? Of zusje? Allee, dat wil zeggen dat je dan eens met kindjes maken en twee bereikt. Nee, dat hangt er vanaf of het een meisje of een jongen is. Oh, je knopjes staan open. Niet ook zwanger. Ik kan niet, hè? Zeg. Dat spant wel, hè? Dat ik ook met een baken toven daar hoor. You happy? Very much happy. You know it. Know what? Ben jij? Wat jij? Ik zwanger ben, ik ben zwanger. Wat? Dat is voor de intro. Zet dat ik ben zwanger. Vraag eens. Oei, dan koppen eraf. Meisje of een jongen? Een jongen of een meisje? Een jongen. Ja, echt tegen me. Hangt er vanaf hoe je het bekijkt, hè? Nee, ik bekijk het juist. Nee. Nee, maar kom aan, ons gesprek daarnet. Is gedaan. Worden gefilmd, stop ermee. Nu gaan we scheet wat, hè? Sowieso. Hoe gaat het doen? Ik
weet niet wat we haar gaan noemen. Het zit zo. Ik heb Aiden gekozen. Dus ik mag nu kiezen. Ja? Ik wil eerst wachten of het een jongen of een meisje is. Hè? Maar kies maar een jongensnaam. Zeg. Maar, dus we hebben daar net afgesproken dat als het een jongen gaat zijn, dat er niet zo snel als nu, maar dat er een derde gaat komen en dat het dan hopelijk een meisje is. Maar als het dan ook een jongen is, dan stoppen we wel effectief. Dan hebben we 3 jongens. En dat is oké. Okay. Er was nog een deal waar dat gewoon moest voldoen. Maar dat is sowieso. Dat is geen twijfel aan. Dat Seppe zijn zaak tegen dan goed draait. Dat gaat sowieso zijn. Jawel, we gaan ervoor zorgen. Zeg, als je zo al nu denkt, waarom ben je dan aan begonnen? Nee, eerst zien en geloven. Hè. Ja, nee, dat is niet waar. Niet eerst zien en geloven. Je gaat daarvoor werken en je gaat dat verwezenlijken. Klaar. Oh, dank u. Allee, bon. Dus dat staat vast. Oh, zo, dat is te klein om dat te verkopen. We zullen wel zien tegen dan. Hè? Misschien verkopen we het. Misschien maken we de zolder nog een kamer. Jongen, we zijn juist aan nummer 2 begonnen. En je bent aan het stressen over nummer 3. Ja, dat kijk in. Nee. We gaan er dan echt wel meer tijd tussen laten. Niet zo snel als met Eden. Geen 18 maanden. Toch zeker 2 jaar minstens. Dat ik nog weinig vind. Dan gaat je mij veel moeten helpen in de komende maanden. Nog meer. Ja. Heeft er iemand kortingsbonnen van huishoudhulp? Told you. Dat is scheet. Ja, het duurde echt wel lang, hè. 5 minuten. Dat is heftig, hoor. Hoe kiet het anders dan? Dat mag. Kom. Maar de bevalling ook, hè. Ja, kom. Oh, hier. Ja, kom. Zien we aan de watermeloen dat het gaat persen, hè? Ik heb dat nog niet geprobeerd, hè. Je weet wat dat vanzelf. Bij mij ging dat blijkbaar vanzelf. Het is wel pijn. And now the world knows. Allee, niet op mijn gatten. Ja. The world knows. Deze komt niet in de vlog. Oké, cool. Ja. Cool. Moeten we nog iets zeggen? Mil heeft een scheet gelaten. Vergeet zeker niet te abonneren, want ja, hier gaan we weer, hè. Numero dos, deze keer. We gaan een grotere zeilboot moeten zoeken. Bij deze, vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En dan zien we jullie volgende week terug. Zo. Ciao, it's back, it's you. Wanneer komt hij online? Ik weet het niet. Goed zeggen. Ik heb geen idee. Bye. Ik wil gewoon verwarring zaaien. Dat doet je sowieso al, Seppe. Daar moet je geen moeite voor doen. Kijk, ik ga het nog even erger maken. Ja. Als dinsdag voor woensdag komt... Wat komt er dan na maandag? Ja, dat is het moeilijke.